het wachten. U had hand voor hand. Ja, als je het voor jezelf moet doen, dan is het onhandig natuurlijk. Ja, en er blijft altijd na de laag, zeg maar, als je hem in de lamp hebt gedaan, hij wordt pas echt hard, na de shine. Als je de cleaner gedaan hebt, als je echt het plaklaag eraf gehaald hebt. Ja, ja. Daartussenin blijft er altijd een klein beetje plaklaag zitten. Om de volgende laag ook aan te kunnen hebben. Dus als je dan weer te veel eroverheen gaat, dan zit ik niet aan de zijkant. Dat doen we wel in de laatste jaren. Ja, veel rechtsafval. Dan. Ik weet niet of het voor jou is, Jeroen, maar bij verschillende niveaus zijn we experimenteren met blad. Ik denk dat het een beetje aan de zijkant gaat pakken. Een beetje uitgesproken. Ik heel goed, want ik 16 of zo denk ik. 16, 17. Toen waren we er mee geëxperimenteerd. We hadden al 5 stappen, 5 minuten. En wat doet de blauwe kaart? 5 minuten tijdstap. Echt een beetje zwarte duim. Ja, ik heb gisteren tuin van de kasteeltjes geritst. Een heleboel. Ja, doe de volgende maar. Doe de volgende maar. Dan neem ze vier dagen van 4 klassen en 3 klassen. Zo maar lekker, hè? Ja, dat is. Maar dan blijft er dus een heel klein paklaag goed zitten. Ja. Dus als je dan te veel aan dingen gaat zitten, ja, ze neerlegt, weet je wel, dan gaat het, kan het ook weer minder goed gaan hechten. Maar dus hebben ze dat gemaakt dat het 10 minuten tijdslag is, want dan wordt er in ieder geval meegedaan. De rode kaart wordt nog wel doorgeschreven, dan natuurlijk. Dat is wel heel mooi. Bij mij bij de KVB scheidsrechter, scheids, meestal de KVB. Nog iets? Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk niet helemaal goed voor jou. Wij zijn zeg maar de laagste klasse. Geef maar nog zoals het nodig is. Dus je had er erg boven als ik zei uit alles door en dan ergens in de tweede klasse van de scheidsrechter. Ja, dus je moet er iemand kampioen te worden. En dan het eerste ook kampioen. Die dan gaat dan de tweede klasse spelen. En dan komen er nieuwe jongens van de eerste klasse. Die hebben ze al. Ik denk dat hij ook wel goed is, die nog ook in de lamp. Dus dan vallen van deze. Toppie hoppie. En dan wordt het deze kleur. Paarse glitter. Ik ben benieuwd hoe dik het is. Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ja, want die voor mij moesten 2 laagjes. Ja. Maar dat wisselt ook heel erg per kleur. Want de vorige kwam natuurlijk 3 laagjes. Omdat het ook al even met die rode was toen ook moest je ook wel aardig wat laagjes. Ja. Dat was wel heel mooi, vond ik. Ja, maar meestal is het dan handiger om er een basiskleur onder te doen. Maar je weet natuurlijk nooit het gevoel hoe dik het gaat zijn. En dat is een beetje lastig. Dus we kunnen ook zeggen van we doen die lichtpaars eronder en dan deze eroverheen. Dan hoef je misschien maar 1 laagje in plaats van 3 laagjes voor deze. Maar op zich maakt het niet heel veel uit. Nee. Ik zou het niet weten. Ik kan het zo niet aan een hakje zien. Althans, ik kan het er niet zien. Misschien een professional, maar... Maar goed, we rollen hem weer lekker warm en dan komt het helemaal goed. Ja. Zo, bril goed op mijn neus. Kennen we zien of het mooi wordt. Ja, oké. Zie je wel echt mooi uit, een mooi kleurtje. Ja, ik denk ook dat die. Die veel Ja, bij die rode trok hij met die glitters eigenlijk iedere keer het kleurtje weg, hè? Ja, dat is niet. Dus bij deze niet. Ik heb echt ruzie met die duimen. Ruzie met de duimen. Hier nog staan, hoor. Want ik als... Die gaat wel heel vaak over kleur heen. Ja, omdat ik nog niet tevreden ben. Bijna tevreden. Volgende. Top. Ik vind hem goed, denk ik. Maar goed, we gaan pas na de lamp zien of dat het helemaal perfect is.
Leuk, met al die kleurtjes. Ja, is wel mooi, hè? Ja. Helemaal kom. Bij Google? Ja. Ja, willen de mensen weg? Nee. Ik weet dat er een paar waar we laag gaan spelen. Dylan is heel mijn oud team. Maar die hebben we nog met Johan praat op de avond. Dus hebben we niet die jongens zijn hier over gehad om 1 jaar niet meer aan te blijven. Ja, een haartje. Ja, ik zie natuurlijk een beetje stof met al die onderhaar. Ja, ach. Het was de eerste, toch? Ja. Dat valt wel. Dat is waar. Ik heb er vanochtend ook geen last van gehad. Ik moet sowieso wel een tweede keer via de auto brengen. Ja? Ja. Hij dekt niet helemaal, maar dat had ik ook niet verwacht met gluten. Nee. Dat is meestal niet. Ik vind hem wel mooi. Ja, ik vind hem ook heel mooi. Veel kleurtjes ook. Ja. Ja. Ik heb ze ook niet allemaal meegenomen hoor. Ik heb alleen een nieuwe set meegenomen. Ja. Ja, volgende. Je hebt in de winter en zo natuurlijk andere kleuren dan in de zomer. Ja. Ja, ieder seizoen heeft meeste kleurtjes. Dan krijg je straks misschien iets met oranje erbij of zo, een beetje. Ja, wel leuk, zeg ik ook. Dus, vind ik ook echt altijd zo'n leuke zomerkleur. Ja, ik weet het niet, die heb ik inderdaad nog niet. Ik dacht dat het verder naar rechts op. Het was lekker vrolijk. Ja. Vrolijk kleur. Van mijn schoonmoeder, Midrin. Hoe korten jullie allemaal de lampen, maar niet?